De ernst van de bewezen verklaarde feiten maakt dat alleen een langdurige gevangenisstraf in aanmerking komt. Wij leggen u daarom een gevangenisstraf op voor de duur van 16 jaar. De schietpartij vond in november 2017 plaats. Tim S. kreeg ruzie met 7 jongeren over een door hem gestolen scooter en werd aangevallen. Volgens de rechter werd hij op de grond geduwd en vervolgens getrapt en geslagen. Maar met een pistool meerdere keren op de groep schieten ging volgens haar veel te ver. U had ook het wapen kunnen pakken en ermee dreigen. Of desnoods in de lucht kunnen schieten. Toen de jongens wegrenden, kwam er een einde aan de voor u dreigende situatie. U bent opgestaan en al schietend achter de jongens aangerend, toen van een noodweersituatie geen sprake meer was. Emen Mouya overleefde de schietpartij niet. 3 anderen raakten gewond. Volgens de advocaat van de nabestaanden hebben ze nog altijd last van de schietpartij. Het is moeizaam. Het heeft een diepe impact gehad op de hele buurt. Ook op die hele groep jongens. Er zijn jongens die vroeger gewoon iedere dag buiten waren, die nu alleen nog maar binnen zitten. Ze hopen eigenlijk dat ze het hierbij kunnen laten. Dat de verdachte geen beroep aantekent en dat een ieder zijn leven weer zou kunnen oppakken. De familie van Emen is volgens Korver tevreden over de door de rechter opgelegde gevangenisstraf. De eerste reactie was: dit is niks te veel. Zij vinden het een terechte straf. Zij zijn teleurgesteld over het feit dat de rechtbank nauwelijks enige schadevergoeding toekent. Maar zij vinden het belangrijkst dat duidelijk wordt gemaakt dat je in deze stad niet zomaar met wapens kunt gaan schieten op een groep jongeren. Het is niet duidelijk of Tim S. in hoger beroep gaat. Zijn advocaat wilde vanmiddag de uitspraak eerst bestuderen en nog niet voor de camera reageren.